Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Het is dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en onze dorpen werden bevrijd. En we leven ook al 75 jaar in vrijheid in Nederland. Dat herdenken en vieren doen we samen. In veel van onze dorpen wordt van alles georganiseerd. Hier in Heino vieren we 75 jaar vrijheid, vooral op het 14 aprilplein. Op 12 april 1945 werd Heino bevrijd, maar echt feest vieren we pas 2 dagen later toen 66 gijzelaars weer vrij thuis kwamen. De vrijheid vieren we hier met iedereen die dat wil. Jong, oud, ondernemers en verenigingen. En vooral met een eerbetoon aan de gijzelaars en hun nabestaanden. We staan hier op het terrein van AV Salland in Raalte. Op 1 mei vertrekt een grote groep AV Sallanders naar Bayeux in Normandië. Daar zal het bevrijdingsvuur worden opgehaald. 800 kilometer lopend in estafette zal het vuur naar Raalte worden gebracht. Om deze, het vuur van de vrijheid, op 5 mei te kunnen aanbieden. Hier in Raalte organiseren we in het kader van 75 jaar vrijheid een groot bevrijdingsconcert in de open lucht, een bevrijdingsdiner, een expositie van oude foto's en een bevrijdingsfeest op de plas. We willen eenheid, verbondenheid, samenwerking en gemeenschapszin uitdragen. Iedereen krijgt dus ook de kans om dingen aan te leveren, op te vragen en vragen te stellen op www.raaltevierdvrijheid.nl. We staan hier in Maarneem bij de Omnus en wij willen 75 jaar bevrijding Maarneem vieren. We beginnen de donderdagavond met de expositie. De vrijdagmiddag gaan we monument onthullen bij de Sint-Antonieschool. Zaterdagmorgen is er een visstocht langs de verschillende oorlogsmonumenten in deze regio. Zaterdagmiddag komt hier kippenrolling met oude legervoertuigen. Zondag wordt het boek onthuld Maarneem 75 jaar bevrijding. De maandagavond sluiten we af met een bevrijdingsvuur met daarna een bevrijdingsfeest. Wil je ook wat organiseren of wil je aansluiten bij een van de bestaande initiatieven? Kijk dan op raalte.nl/75jaarvrijheid. En dan maken we er samen een onvergetelijk jaar van.